Want we zoeken een tafel van 80 centimeter eigenlijk. Ik film ook weer eens een keer mijn outfit. Twee eieren kiekeboe. Even proosten. Ja, deze dag. Ik ga naar bed. Nou, ik vind het heel chill. Wie bijvoorbeeld stiekem een lijk heb weggegooid. Nou jongens, ik weet niet eens of ik vandaag eigenlijk iets had gevlogd, maar vandaag had ik dus vrijdag en ik was de hele dag alleen thuis. Dus ik heb eigenlijk niks voor het huis gedaan. Alleen maar dingen die ik eigenlijk ook deed toen ik alleen woonde. En dat is eigenlijk heel lang doen over de dingen die ik moet doen. Maar ook bijvoorbeeld epileren en dat soort dingen waar je normaal naar toe komt. En ik heb ook GTSC gekeken voor het eerst in 100 jaar op mijn MacBook. Dat was ook een beetje gechilled, was al relaxed. Maar ik was al om 7:15 wakker en het is nu bijna 9:30 en ik heb wel echt weer te weinig gedaan. Maar ik heb bijvoorbeeld, ik heb onder andere naked kleding stories gemaakt en een foto. Maar ik doe er gewoon heel lang over en daarom maak ik ook nooit Instagram foto's voor merken of zo. Want ik doe er zo lang over. Ik haat het ook echt om te doen. Het voelt zo nep. Maar het is wel een soort van gelukt. Hallo, ik ben doodmoe, maar het is een soort van ontlading denk ik. Zodra de kinderen de deur uit waren, stortte ik helemaal in. Echt helemaal kapot. Maar het ging zo goed vandaag. En volgens mij heb ik verteld dat het vorige week wat minder ging, dat ze niet luisterden. En deze week is eigenlijk, ja, de juf heeft ook even met ze gepraat, van jullie moeten ook gewoon naar de andere juf luisteren. Dus dat is zeker fijn. Maar ik was gewoon mezelf en ik heb mijn eigen regels gehanteerd en gewoon gedaan alsof het mijn dag was in mijn klas. Ook in overleg. En dat werkte zo goed. Want vorige week kwam ik onzeker over, omdat ik bij alles zei, waar ligt dit? Hoe moet dit? Hoe doen jullie dit? En mijn duo zei ook al, doe gewoon jouw ding. En nou, het was fantastisch. Iedereen luisterde, iedereen deed betrokken mee. Ze vonden het helemaal leuk. Ze waren helemaal enthousiast. Aftellen en bij nul waren ze stil. En stonden ze in de rij, zaten ze op hun plek. Echt bizar. Wat een verschil. Dus heel fijn. En nu ga ik sporten. Kijk, ik ging eerst nog even naar de supermarkt. Echt iedereen in mijn leven is zeg maar zo dat als je jarig bent geweest, maar je hebt het niet gevierd, dan krijg je geen cadeau. Maar ik vind dat stom. Dus morgen viert mijn vader zijn verjaardag, maar mijn broertje die was ook jarig, 18 september. Dus, en hij viert het niet. En vroeger vierde ze het samen en hij heeft het bewust niet gevierd. Maar toch kan ik het dan niet laten om toch een broodje mee te nemen. Dus ik heb een wijntas net gehad bij de HEMA en allemaal biertjes. Maar waarschijnlijk zijn het er te veel om erin te laten passen. Niet hele bijzondere biertjes, want het zijn gewoon uit de supermarkt. Maar dan uit de supermarkt de bijzondere, zeg maar. Hij is echt super kritisch. Hij weet precies wat hij lekker vindt. Dus dat is een beetje lastig. Maar ik dacht, speciaal biertjes komen altijd wat van passen. Als hij ze niet lekker vindt, kan hij ze altijd aanbieden als er iemand op bezoek komt. Dus, nou, dit is de enige waarvan ik weet dat het echt zijn lievelings is. Maar ik wil ook gewoon andere. Of nou ja, dat hij deze lekker vindt. Mannenliefde. En volgens mij passen er zeker wel 3 op een bodem. Dan heb ik nog Thai Thai Spicy Triple. Dit is heel weinig alcohol. Lowlander 0,3% Tropical Ale. Oh, maar dit gaat zo erg allemaal niet in de tasje passen. Misschien moet ik een ander iets bedenken dan een tasje. Want dit is een beetje stom. Maar dit is toch nog niet leuk, zo opgepropt of wel? Ga ik het weer in een mand doen? Maar dat vind ik te overdreven. Oké, ik moest toch nog even naar de Aldi en daarnaast zit de Zeeman. Dan ga ik nog even kijken voor een mandje of zo. Nou ja, ik moet wel nog noedels kopen. Wow, de wind. Ik heb echt sport uit afwijkend gedrag. Ik heb zo geen zin. Ik moet nog sporten. Oké, ik heb even voor 1,50 een mandje gekocht bij de Zeeman. Helemaal prima. Ja, het is niet super mooi, maar voor iemand die geen cadeautje verwacht, is het wel leuk, toch? Oh, wat een zooi. Ik heb het toch zo gedaan. Desperados eruit, zo vind ik het mooier. Oké, doei. Ik heb zoveel honger dat ik aan het trillen ben. Dus ik dacht, ik moet nu kopen. Maar er staat een borrel. Dus dat is leuk thuiskomen. Hallo, we gaan straks uit eten. En we zijn eventjes voor vaders verjaardag. We zijn nu even in de bouwhof. Daar hebben ze best wel veel mooie meubels. En we hebben dus nog steeds geen eettafel, want we zoeken een tafel van 80 centimeter eigenlijk. Als we echt goed willen kunnen zitten, maar het zou wel 90 kunnen zijn. En ineens lopen we hier gewoon de eerste eettafel die ik zie. Ik loop er naartoe, ik denk dit is hem. En hij is dus 90 keer 200. En we moeten 200 hebben, als we het ruim willen. We zouden ook 220 kunnen doen, maar we willen best wel ruim zitten. Hij is van HK Living, ook nog echt een vet leuk merk. En het is een showmodel met 35% korting. Dus ik denk dat we gewoon gaan zeggen wat we deze willen. Echt, kijk. Hij is zo leuk. Geweldig. En niet zo'n lelijke zwarte poot wat iedereen heeft. Daarom vind ik het lelijk, want iedereen het heeft. Op tijd komen. Ja, goed hè? Ik kwam mijn cadeautjes even laten zien, maar papa komt er al aan. Voor jou op tijd, zeg. Goed hè? Ik ben vanmiddag.
Dat is je cadeau. Kijk, dat had ik gisteren nog random gedaan. Ik had in de supermarkt een pakketje samengesteld met dingen die hij lekker vindt. Tomatensap. Oh, dit nog. Van die bonen, kimchi, mokkenboontjes, chocola chips, rice crackers, groente chips, after eight. Oh, nog een Rituals douche gelletje. Twee drankjes die hij lekker vindt. Nou. En het boek wat hij heeft gevraagd. Van mij en haar. En dan heb ik ook nog van mijn broertje samen een boek. Dus het is wel een beetje veel. En dit was dan dus voor Olivier. Die niet verjaardag viert, maar ook leuk. Nou, helemaal cute. Ik film ook weer eens een keer mijn outfit. Ik heb deze rok aan. Bij Weekamp besteld deze zomer. Ik weet niet waarvan die is. En voor het eerst sinds maanden weer eens andere schoenen aan dan mijn Calvin Klein sneakers. En dit topje, als je het op Instagram had gezien, is van Naked. Plassen op de achtergrond. Als je naar mijn highlight outfits gaat, zie je hem. Ook hoe die heet, als je hem ook leuk vindt. En ik had mijn haar een beetje gedaan, maar ik heb het vast. Ik weet niet wat leuker is. Of zal ik het los doen? Nee, niet. Nou, werker uit eten. Nee, dit is een fles van ons. Nee, geen wijn. Oké, een kava's met zo'n bobbeltje. Nee, daar word ik moe van. Oké. Los of vast? Ik ga voor vast. Eierkip, leg je lekker op je ei. Hi. Mooie papegaai. Hi, schat. Hi, liefie. Woehoe. Ja hoor, woehoe. Jij bent zo'n mooie kiekeboe. Je hebt mooi twee eieren gelegd. Twee eieren, kiekeboe. Dat is mooi. Kom je ook op bezoek zondag, kiekeboe? Kom je ook mee? Doei schat, ik ga even naar buiten. Niet herinneren, ik kan het zo reproduceren. Ik kan me niet herinneren. Ik was net te laat met filmen. Zijn mama dat hij het opnieuw moest zeggen. Herhaling. Ja. Zat er een haakje in beeld? Ja, doe maar. Haakje. Oké. Nog 0 minuten geheugen. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo'n mooie mand heb. Deze krijg je van mij een H. Vind je het niet genoeg? Nou, vind ik gewoon niet genoeg. En dit was omdat ik het leuk vind als je ook iets krijgt wat je niet verwacht. Dus toen ging ik gewoon een paar dingen halen waarvan ik weet dat je ze lekker vindt. En ik vind het ontzettend leuk gewoon dat zien. Jij laat gewoon zien. Cadeau hebben. Jij laat gewoon zien hoe goed je mij kent. Want je kent mij gewoon zo goed. En het erge is dat het zich uit in eten. Ja, maar ik vond gewoon dat je dat wel mocht hebben. Ja, want mokkaboontjes. Ja. Mijn lievelings. Ja. Kimchi, helemaal gek op. Lees. Die eet je altijd, die ribbelchips. Door het plastic. Fantastisch. Ik had ze stonden net op tafel. Ja, die eet hij altijd en doet hij het weer dicht. Rice crackers. Pure chocola. 70%? 72%? Nee, deze zijn wel minder, maar deze hebben een smaakje. Oh, heerlijk. Origina. Fantastisch. Als ik vaak. Origina? Ja, ik durf het alleen maar te drinken als ik op vakantie ben. Weet ik. Lekker. Coca-Cola Zero. Deze heerlijke, wat is het? Bio tomaten. De allerbeste tomatensap die er is. Lekker, vind ik ook heerlijk. Dat koop je nooit meer. Lekker, hè, wist ik. Ik heb hier, wat is dit? Bananenchips? Nee, die bonen, weet je wel? Die je zo leuk vond van... Die bonen zijn het, die vind ik ook zo lekker. Ja. Vlag geen losse. Ja, en dan on top of... After Eight. Ben ik een mandjesfreak, dat weet je. Oh. Robin, er zit zelfs een beetje cola in. Je had die wil jij de mand wel hebben? Overhalen. Ja, wil jij nou, leuk. Nee, ik hoef hem niet. Ik wil hem wel hebben. Oma wilde de mand niet hebben. Wat ga je met die mand doen? Verpoes miauw. Oké. Okay. Past er niet in met de dikke reet. En er zit nog een douchegelletje in en nog After Eight. Kimchi. Oh. Ah, Robin. Jammer dat ik mama niet heb gefilmd al deze beelden, want die doet altijd goed op YouTube. Robin wilde stoppen met cola, maar het ja, raspberry, ja, maar volgens mij drink je dat. Schat, weet je wat ik mooi vind? We mogen weer zoenen. Oh nee. Oh, nee. Dankjewel. En deze van mij een H. Super lieve cadeau met Olivier. Nee, deze is met mij een H. En straks heb ik nog met mij een Olivier. Super cadeau. Nog een wauw. Dit boek wilde ik zo graag hebben. Want Maaike, mijn collega, die zei, dit boek moet jij hebben. Liever jij het nooit wat. Ik weet niet weer. Hier ben ik zo blij mee. Oh, wat een mooi boek. Ik had hem nog niet van binnen gezien. Ik vind het prachtig. Ik zo. Hij kust het boek. Een verboeken. Ik vind het zo'n mooi boek. Oh, dankjewel. Echt? Ze zijn meer dan een jaar houdbaar nog. Een nieuw badge. Wat vinden jullie die zo lekker? Ik ben waarom vind ik die niet lekker dan? Dankjewel. Oma vindt die ook heel lekker. Waarom heb ik twee boeken? Jij zei ze geeft over datum. Nee, maar welke is van ons? Robin, waarom krijg je zoveel cadeaus? Ik weet niet welke is met. Nee, die blauw is met. Die kunnen die maar eerst. Welke van wie is dat? Van wie is dit? Robin, je moet die blauwe eerst. Oh. Van jou en mij? Nee, eerst die. Oh, die andere Robin. Die zijn de blauwe eerst. Maar Oli, welke is van ons samen?
Oli. Blauwe. Oh, deze is van Melissa en Olivier. Is dat het boek wat jullie niet meer willen? Ja. Wat? Oh. Heb jij een boek? Die heb ik gekocht, maar nooit gebruikt, omdat ik geen kookboek gebruik. Je bent echt gek, ja. Die alles online. Heel dit mooi boek. Is zo'n gaaf boek. Weet ik. We hebben geen plek meer, hè, die grijze boeken. Nee. Of het eruit ziet. Wat nou weer. Oh. Nou, ik kan weer een week. Deze vrouw is heel oud. Die heeft volgens het boek nog geen review en nu heeft hij 5-sterren review. We zijn net eten bij de Griek en we krijgen meteen shootjes. Even proosten. Proosten, jongens. Op die jaren. Hey. Waar is jouw olie? De eerste rij, ja. Jullie zijn als enige. Proost. Ja, ik wil dus calamaris bestellen. Hey. Kijk me niet aan, 7 jaar slecht. Een zak calamaris kost 2 euro of zo. Nice. Hallo, heet toch? Hallo. Neem je ook? Ja. Heerlijk. Ja. We hebben hier gefrituurde aubergine met knoflook, garnalencocktail, tzatziki. Tzatziki. Oh my god. Doei. Doei. Dag lieverd. Doei kiekaboe. You can count on me. 5, 1, 2, 3. Chill. Fijn. Leuk. Goedemiddag. We zijn al een tijdje wakker hoor, maar het was gisteren super gezellig. En toen zei ik tegen haar, ik heb zin nog even een drankje te doen. Dus gingen we nog even naar Zoetermeer. Het was 11:15 en om 12:00 ging alles dicht. Gingen we tot 12:00 nog even een drankje doen. En toen liepen we langs het casino. En die is dus 24/7 open. En het was geen entreekosten. Ik kreeg gratis drinken. Geen alcohol, super grappig. En dan gingen we daar even voor €50 spelletjes spelen en zo. Het was wel echt heel grappig. En uiteindelijk lagen we wel pas om 4:30 in bed. Dus dat was heel laat. En de dagen gaan zo snel. Volgens mij ook als je ouder wordt gaan de dagen veel sneller. Dus ik had dus van examen gewoon op. Dus we zijn best wel vroeg opgestaan. Maar ik ben wel moe. En dat kan je ook wel zien. Haas even Bart aan het ophalen. Want Bart die komt hier eventjes met zijn kids. En dan gaat hij helpen met elektriciteit. De 4 plekken die gevreesd zijn naar beneden. Gaat hij van stroom voorzien. En Ha en ik hebben net even boven de kledingkastmaten opgenomen. Want we wilden een inbouwkast doen. Maar we hadden echt iets van, ja weet je, het gaat allemaal veel te lang duren. Dus laten we het gewoon meten. En een pakskast is op een paar centimeter naar boven en zijkant ook een soort van opmaat. Dus we gaan voor een pakskast. Dus die ga ik zo even ontwerpen. Even zo. Oké, en dan gaan we waarschijnlijk straks nog even naar de IKEA. Tip, ga niet als je brak bent een IKEA-kast samenstellen online. Want je wordt er echt super zo gek van. Ik heb 3 uur lang een kast lopen ontwerpen. Dus, sorry, ik ben laat het echt vaak zeggen, maar je ziet het ook aan mijn hoofd. Het was echt niet leuk. Het lukte steeds niet. Het ging mis. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. En nu zijn er dus heel veel dingen niet op voorraad. Maar ik zei tegen haar, laten we toch maar even een aanhangertje huren en gewoon gaan. En vast alles halen wat we kunnen halen. Dus, het is zondag 4:00. We gaan naar de IKEA. Met een boedelbakkie. Gaan ze hem even afhalen. Boedelbakkie. Soms moet het eventjes. Soms is het de enige survivor. Ik doe echt super zielig nu. Echt zieliger. En wel heel chill, straks een kast hebben. We hebben een eettafel, kast. Stroom is gefixt. Je zou denken dat we het ergens van vandaag gehad hadden. Maar niet dus. Echt, oh jongens, deze dag. Je bent de hele dag een kast aan het ontwerpen. Die website werkt niet mee. Super irritant. Gewoon om chagrijnig van het te worden. Oké, natuurlijk was ik al brak, maar dat los ervan, hè. Dan ga je een aanhanger huren, €40 voor een aanhanger. Dan ben je er eindelijk. Ga je nog eventjes kijken, denk je, oh, ik wil toch nog dit element erbij. Van, oh, het is zo mooi in die showroom. Al die kasten van, wauw, wat leuk, het wordt echt tof. Eindelijk heb je je perfecte code van, dit wordt hem. Ik ga naar de medewerker om een lijst te krijgen met waar ik de spullen kan ophalen. Is er serieus niks. Alleen het hoekelement was er of zo en 1 plak misschien. Echt belachelijk. En dan, oké, kunnen we het dan een beetje baden van de aanhanger, maar kunnen we het dan bestellen? Wanneer kunnen we het ophalen? Nee, je moet gewoon de website in de gaten houden of het er ooit weer is. Ik zeg, ja, maar er stond nu ook dat het er was. Ja, dan moet je het op een andere manier in je winkelmandje toevoegen, bla 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 bla. Dus conclusie, en vandaag is gewoon verpest. Je geld is weg, je dag is verpest. Voor niks. En het is ook niet zo dat je het dan nog denkt van, oké, nou ja,
balen, maar goed, dan kunnen we het over een maand ophalen of zo. Nee, deze kast wordt het dus gewoon niet, want dit is gewoon niet leverbaar. Dus echt, ik deel het ook nu, want aan iedereen die denkt ik ga een pakkast kopen, niet doen. Het is gewoon te erg hyped of zo en het is gewoon niet te krijgen. Hij filmt helemaal niet. Leuk. Het was toch een negatief alsof je dood gaat. Oh, hij filmt wel. Ja, ik ben echt zo chagrijnig. Het is allemaal niet hoor. Het is toch heel erg? Ik zou het morgen nog kunnen spreken met een andere. Is het niet zo erg? Alsof je in het verval bent. Ik vind het ook zo. Ik ben echt zo chagrijnig. Ja, hallo. Ik ben de hele dag deze kast aan het ontwerpen. Ja, ik weet het zeker. Ik ben hier ook heen gereden. We hebben een aanhanger gehuurd voor niks. Gewoon voor niks. Het enige wat ik heb uitgegeven is nu 30 euro aan IKEA balletjes. Ja, dat is een deze dag. Ik ga naar bed. Doei. Oké, we hebben natuurlijk geen zin om te koken. We gaan ook niet bestellen. Maar ik had dus dit bij de Aldi gekocht. Want hij zei laatst dat je best wel veel van die chille dingen in de vriezer hebt. Dus ik dacht, probeer het eens. Kijk hoe goed het eruit ziet. Gewoon noedels in kleine pakketjes met al smaakmakers erbij. Dan heb je hier garnalen. De volle groenten, dus het is niet een gerecht wat je invriest en dan opwarmt. Het is gewoon nog helemaal vers. Gewoon vers ingevroren. Verser dan niet, kan bijna niet. Het is toch geweldig? Ik ben heel benieuwd hoe het gaat smaken. Ik doe nog even een paar extra shrimpjes erbij die we nog hadden. Nou, super. Denk ik, het ruikt echt heerlijk. Ik ga er ook nog wat spinazie bij die we nog ook hadden. Nou, heel weinig. Die noedels zijn natuurlijk wel gewoon gekookt en daarin ingevroren, dus daaraan zou je het kunnen proeven. En ik zie dat de uitjes zijn al gebakken. Die ontdooien nu, dus ze hebben gebakken uitjes ingevroren, maar de rest. Gewoon garnalen, vers. Nog niet gekookt. De sperzebonen ook. Het is alleen niet zoveel groente, vind ik. Misschien gooi ik er nog een beetje broccoli op bij. Maar dan is het misschien weer veel te weinig saus. Nou, ik vind het wel echt super nice eruitzien. Doen jullie dit? Dit soort gerechten? Ik doe dit namelijk nooit. En als ik een keer een kant-en-klaar iets doe, dan is het altijd zo'n stoommaaltijd. Maar dit is eigenlijk nog veel verser. En ik hoorde ook een tijdje terug al dat bevroren garnalen veel verser zijn dan verse garnalen. Want die verse garnalen zijn gewoon bevroren in een bakje gelegd. En dan lijken ze vers. Maar dit is dus veel verser. Nou, ik vind het heel chill. Nou, het ziet er super chill uit. Het ruikt ook wel lekker. Gewoon echt prima. Er mag van mij iets meer smaak in nog. Ik proef wel heel erg het limoengras, maar er mag van mij nog een beetje knoflook of kruiden of zout of zo bij. Maar als je dit echt goed zou wokken, als in dat je de pasta wat later toevoegt, zodat het niet te zacht wordt. En de garnalen ook wat later. Dus je proeft dat die pasta niet net vers gekookt is, zeg maar, die noedel. En die garnalen kan je korter doen in feite. Ik vind het hartstikke chill hoor. Van het vloggen maak je dat een postbode is. Hij heeft een Goals koffiezetapparaat gekocht. Ik vond het onzin. Hij zei, ik wil hem. Toen zei ik, oké. Okay. Hij koopt hem zelf. Het is echt een muziekapparaat. Daarvoor pakte ik niet mijn camera, maar wel gaat nu. Hi. Het is echt een muziekapparaat. Het is heel duur, heel gestoord. En heel vet. Maar ik ga hem niet uitpakken, want het is van hem. En leuk om iets zelf uit te pakken. Ik moet zo weer naar beneden, want zoals je mijn hoofd kan zien, ben ik nog steeds moe. Maar het zal ook wat komen doordat alles gewoon lang duurt. Want ik werk nu 2 dagen, maar het leven lijkt drukker dan toen ik 5 dagen werkte. Echt bizar. Er is gewoon zoveel te doen. En alles duurt zo lang. En we zijn eigenlijk zo ontzettend traag. Maar goed, om 1 uur komt de Haagse glashandel. Dat is over 8 minuutjes. Boven is geen dubbel glas, dus daar willen we dubbel glas. En hier vinden we de ramen ook niet zo mooi. Dus we gaan even kijken hoe en wat. Maar kijk onze to-do-lijst, hè. Onze to-do-list. Deuren, we hebben geen deuren. Boven, hebben we gewoon niet. Slot op de badkamer. Stopcontacten. TV kopen, heb ik net gedaan. Bureaustoel. Plankjes, keuken. Oh, die zijn gedaan, yes. Glashandel. Dozen uitpakken. Kledingkast, faal. Kapstok benedenkast. Designmuren kiezen. Oh, nou, dat hebben we nu ook wel gedaan. Welke kleur wil je in ieder geval? Dyson ophangen, wc-rolhouders. Haakjes voor de muur, barkrukken. Eettafelcheck, eettafelstoelen, salontafel, schuur kopen, verspijter opnieuw plannen, bed, kookgerei ophangen, tuinmeubels, boekenkast, traprenova. Nou ja, zo is er nogal meer, maar het is gewoon niet echt leuk of zo om te doen. En heel veel dingen moeten ook samen en we hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd daarvoor. En nou, oké, okay. Maar nu zal ik weer even wat positiever zijn. Want anders is het al een irritante vlog, maar
ben namelijk niet echt een stresspersoon. Totaal niet. Alleen dit is gewoon niet echt meer leuk. Want je weet dat je altijd nog dingen moet doen. En je bereikt zo weinig op een dag. Zoals gisteren. Alleen H met Bart de stopcontacten. Vet goed, maar ik had niks bereikt op een dag. En daar kan ik zo slecht tegen. Oké, Lotte komt zo. Over een half uurtje. Ik heb even lekker gedoucht. En dan moet ik even omschakelen naar gewoon weer even chillen en lol hebben. En even niet met het huis bezig. En ik ben wel blij, want ik heb best wel veel dingen vandaag glasboer geweest. Ik heb de kapstok inbouwkast geregeld, een afspraak. Spullen van Tiger besteld. Wc-rolhouder en een wc-rolhouder. Prullenbakje besteld. TV is besteld. Koffieapparaat aangenomen. Kledingkast besteld. Bootscreme besteld. De wisser in de douche opgehangen. Oude koffieapparaat ingepakt. Nou, dat soort dingen. Dat klinkt als echt onbenullige dingen, maar het zijn toch weer dingen van to-do-list. Dus... En nu even mezelf fixen. Maar we gaan gewoon een chill avondje doen, dus ik ga gewoon chill doen. Zo'n verbetering nu ik mijn krulding weer heb gevonden. Ziet mijn haar er veel verzorgder uit. Die Babyliss Curl Secret. Dan doe ik gewoon stijlen en dan hieronder een klein kulletje. Lotte kan er elk moment zijn. Zou ik nog even weer gaan staan? Nee, hoeft niet. Oh, die is heel mooi. Nee. Nou, het koffieapparaat, jongens. Bizar. Heel mooi. Hij is er helemaal verliefd op. Oh, je ziet niks omdat het licht zo fel is. Wat? Ik laat het later wel beter zien. We hebben hier een saladbar. Deze dressing is heel lekker. Maar Lotte heeft het al gevlogd, dus nu doe ik het niet meer. Ja, jouw vlog komt pas over 3 jaar. Dus, dat is iedereen mij toch gewoon. Ja. Kaas aansnijden. Die je zeg maar een beetje moet smeren of is het die je echt in plakjes doet? Plakjes maar wel zacht. Ja, oké. Okay. Beetje brief. Ja, zachter van boer. Ik ben links, ik kan niet goed erbij. Ja. Dank. Volgens mij is het lekker. Ik heb niet. Oh, je mag niet echt. Nee. Het is heel irritant. Volgens mij is het echt beter. Heb je al beelden geëdit ermee? Mm-hmm. Heb je niet dat die af en toe shaky is? Okay, deze ken je niet hoor. Oh nee, die heb je hier allemaal gekocht. Ja, klopt. Nee? Dit is beter, ja. Deze is super goed. Ja? Ja. Was het duur? Ja. Echt super goed. Nou, wat grappig is, Olivier kwam ermee. Er is ook een tripod bij, maar die ben ik kwijt. Een tripod? Mag dit? Schoffen sokken. Hoe kan ik dit leuk filmen? Ja, dan moeten we gewoon allebei met een bochel zo. Dat heb ik altijd. Maar ik mag heel graag school. Oh. Wauw. Het ziet er toch minder goed doordat het licht alle aandacht neemt in de camera. Moet je ding zeg? Hij gaat nu voor mij een morning koffie maken. Maar het is best wel veel werk. Hij moet echt alles instellen en afstellen. Dit is de zak koffiebonen die hij gisteren heeft gekocht. Die is al bijna op. Dat je dus zoveel moet testen. Het ziet er wel super mooi uit, zeg. En bij havermelk heb je gewoon altijd super veel schuim. Hey, het lijkt een hartje. Wel. Howdy ho. Gisteren was super gezellig met Lot. Ik had echt lang geen vrienden gezien. Volgens mij was zij de laatste die ik had gezien sinds Gent. En verder alleen familie. Dus ik zit echt in zo'n verhuismodus. Alleen maar verhuizen. Geen tijd om af te spreken. Geen zin om af te spreken. En Lot zei al, dan moet je juist afspreken. En dat is echt zo erg waar. Dus dat heeft me echt goed gedaan. Nu ga ik naar Shiatsu. Ik ga er nu heen lopen. Over 2 minuten is mijn afspraak. En daarna ga ik mijn nagels laten doen. Echt hele leuke nagels. Dus zin in. Oh my god, ben ik even blij dat ik echt 35 minuten vroeg bij mijn afspraak was. Ik had me helemaal niet verdiept in waar in Den Haag het zit. Maar ik dacht, OV zou waarschijnlijk handiger zijn. Maar dat is niet handig als ik in één keer doorga vanuit Shiatsu. Dus ik ben met de auto. Maar het is alsof ik gewoon weer in Amsterdam ben. Waar ik vandaan kom. Zo raar. Het was niet om een plek te vinden. Ik sta nu best nog op een goede plek. Nog geen 5 minuten lopen. Maar ik ga nu kijken wat het hier kost. Ik denk heel duur. €2 per uur. Nice. Waarom is het dan echt niet te doen om hier plek te vinden? Het voelt alsof ik gewoon aan de gracht van Amsterdam ben. Een vogel heeft op mijn raam gescheten. Tijdens het rijden. Hier zie je nog wat zitten. De hele voorruit ook. Eerst ga ik op zoek naar een flesje water. Want ik heb geen water gedronken nog vandaag. En dan ben benieuwd. Oké, we zijn bezig en ik mag vloggen. Hi. We gaan nu, ze hebben echt helemaal mijn nagelriemen geknipt en nou ja, alles helemaal goed voorbereid, zeg maar. En verlengd. En nu gaat dus die lichtkleurige bijl erop. Dan hebben we hier, ja,
hier weer opgeschreven wat ik allemaal ga doen. Ik ga voor best wel druk, maar dan wel met pasteltinten. En we zijn allemaal heel benieuwd hoe het gaat worden. Okay. En het kan misschien een beetje gaan branden als het een lamp is, wanneer ik die dikke laag aanbreng. Maar dan hou je even een paar seconden eruit en weer zien. Oh, dan moet je er even uithalen? Ja. Oké. Okay. Je doet eerst dun en straks dik? Ja. Okay. Eerst doe ik heel je hand. En daarna doe je laag voor laag. Oké. Okay. Ja, zo. Hoe ziet het er zo uit? Ook al gaat mooi. Oké, we gaan beginnen met de nail art. Na heel lang nadenken, is dit wat het wordt? Ik weet niet of je het kunnen lezen. En dit zijn alle kleurtjes. Super leuk. Oké, dit zijn ze nu. Oké, ik heb twee zo en dan twee zo. Doe maar wat jij leuk vindt. Ga je hem je wolkjes doen. Maar hij mocht gewoon niet naar binnen omdat hij geen kleur heeft. Sorry. Nou, ik heb het ook op mijn Insta gedeeld. Sorry als je het al gezien hebt, maar ik ga het ook nog even in mijn vlog zeggen. Ik was daar om 2:50, dus te vroeg. En ik werd al meteen geholpen. Ze gingen mijn nagelriemen helemaal naar achter doen. Knippen, veilen, echt helemaal top. Het is nu 5:10. Dus ik ben er bijna 3 uur geweest. Echt bizar, 2,5 uur ruim. De hele tijd met mij bezig geweest. En dan ben je maar 62,50 kwijt. Ik vind het echt niet duur, heb ik ook gezegd. Van jongens, jullie doen hier, stoppen hier zoveel werk in. Biap met verlenging. Dus eerst tips erop, verlenging. Zie je ook helemaal niet dat er tips zitten. Echt top. En dan is Biap. Nou, Biap is er in allerlei kleuren. Het is niet slecht voor je nagels. Het is gewoon een soort gel ook. Maar dan is het dus gewoon hard. Blijft zeker gewoon net zo lang zitten als acryl. En daarna nog eens nail art. En ik heb alles helemaal bekeken ondertussen wat ik wilde. Maar eigenlijk moet je even van tevoren al zeggen wat je wil. En thuis kijken. Maar oh my god. Zo leuk. Ik zit te denken, het hartje is... Als je hem zo ziet, is het hartje op zijn kop. Maar als je het zo ziet, is het hartje goed. Maar als ik dit doe, is het op zijn kop. Maar zo geweldig. Deze hadden we eigenlijk op het laatste moment besloten. Zei ze ook van, oh echt heel leuk. Dit moet eigenlijk cool worden, maar dat vonden we niet leuk. Dus er stippen van gemaakt. Geweldig, je wordt je toch zo blij van. Ik ben echt iemand die gewoon vrolijk wordt als ze dan hier naar kijkt zelf. En als je het bij andere mensen ziet, word je toch ook vrolijk. Persikje. En die meiden zijn zo aardig. En ze worden zelf ook helemaal excited als je leuke dingen bedenkt. Als je voor druk gaat, vinden ze het ook helemaal leuk en helemaal benieuwd. Nou, Femme Rebel in Den Haag dus. Gewoon zelf betaald. Ik ben echt mega fan. En nu ga ik lekker naar huis. Want sporten red ik nu niet meer. Leuk! Parkeerkosten waren trouwens €6,40. Dus je bent wel echt €70 kwijt voor 3 weken nagels. Ik snap wel dat veel mensen dat wel gewoon veel te duur vinden. Maar ik vind voor de tijd die ze erin stoppen, de gezelligheid, de service, hoe mooi het is. Vind ik het wel echt fantastisch. Wil ik het echt vaker doen. Ja, het is wel prijzig. Maar ik had ook €15 minder. Heb je alleen Biap. Je hebt ook heel veel leuke kleurtjes. Roze, lila, lichtroze, donkerroze. Dat is ook al mooi. Dat is zeg maar de kleur die je bij die vlekjes ziet. Dan die lichte kleur, dat is gewoon Biap. Deze. Dan heb je gewoon nieuws, maar kan je ook in allerlei kleuren. Nou, in verlenging is natuurlijk ook weer duurder. Dus bijvullen is ook weer goedkoper. Dus dit is het allerduurst. Dus I'm happy. Hier word je zo blij van, dat is gewoon het geld waard. Jongens, het is pas 1:00. Ik ben klaar met werken. De kinderen zijn 11:45 uit, maar ik ben klaar. Ik mag ook gaan. Het gaat echt super goed. Ik bereid op vrijdag dus zeg maar eigenlijk alles voor, zeg maar dat alles klaar ligt. En op dinsdag, gewoon op mijn vrije dag, dinsdagmiddag ben ik dan eigenlijk bezig met het voorbereiden voor de woensdag. En als het woensdag goed gaat, dan weet ik ook al wat ik vrijdag moet doen. Als het woensdag niet gaat, pas ik dat even aan voor de vrijdag. Want ik geef eigenlijk hetzelfde programma op woensdag en vrijdag aan 2 verschillende groepen, 3, 4. En nu ging alles stop. Ik weet wat ik vrijdag moet doen. Mijn rooster had ik al gemaakt afgelopen vrijdag voor aanstaande vrijdag. Ik ben gewoon klaar. Het voelt heel raar dat ik nu naar huis ga. Maar ik heb verder echt letterlijk niks te doen. En de lessen waren superleuk. Dus ik ga nu naar huis. Ik ga naar scheidingsstation sporten en naar huis. Echt heerlijk, maar het voelt heel gek. Maar ja, dat is gewoon het voordeel van als je dus mijn baan hebt. En je hebt alles gewoon goed onder controle. Dus ja, ik zit even te kijken of mijn batterij, mijn geheugen is bijna vol weer. Dus het voelt gek, maar super chill natuurlijk. Ik wil gewoon niet dat ik dan niet hard genoeg werk, maar ik werk hard genoeg. Dus het gaat gewoon goed. Fijn. Kijk wat een culinaire maaltijd hij heeft gemaakt. Het ziet er echt heerlijk uit. Jongens, het eerste deel van de kledingkast is er. De hele basis. Dus ik probeer nu deelverdeelding naar boven te tillen. Want ik ben vrij vandaag en ik kan dit. Nou, de eerste doos is leeg. Dan kan ik het eerste grote deel in elkaar zetten.
Volgens mij valt het echt wel mee hoor. Het is gewoon heel hoog, maar voor mijzelf maar een paar dingen. En ik wil wel het haar met van een muurbord doen. Dus. Nou ja, kijk. Alle doos had ik dus hier staan. Want we hadden verwacht dat het bed eerst kwam dan de kast. Maar hier komt de kast en kijk hoe perfect die gehoogd is. Hij staat nu zelfs op schuin. Nou, let's go. Lekker bezig. Ik ben alleen bang dat ik straks moet stoppen omdat dan het gedeelte komt dat je het op de muur moet gaan aftekenen en zo. En dat is echt wat H gaat doen. Ik zou pas die ander ook in elkaar kunnen zetten die precies hetzelfde is. Maar ik vind het qua ruimte. Ja, die ruimte die ik nu heb om alles te doen is heel fijn. Dus ik doe het gewoon één voor één. Oh my god, ik wil gewoon mee naar een expeditie Robinson. Ik ben echt een powerbikkel. Zo voelt het wel hoor. Hallo, die hele plank in mijn eentje gewoon goed erop gelegd. Ik hou hiervan. Ik vind het zo leuk om dit te doen. Oké, hij ligt perfect recht. Ja, dit zit gewoon in dat spul. Maar nu komt dus wel het onderdeel waarvan ik denk, ik moet het eigenlijk niet doen. Want dit is volgens mij 9 van de 10 keer fout gegaan bij mij. Dat ik scheef heb gespijkerd. Maar ik wil het gewoon doen. Dus ik ga heel goed kijken. En ik ga het niet fout doen. En ik ga het niet gehaast doen. Want nu ik samenwoon, denk ik op alles. Het is niet alleen van mij. Kijk, die rand is super smal. Dus gewoon goed hier zo. Vroeger was ik heel slordig, maar het is niet alleen mijn kast. Ook al wordt dit deel, we hebben wel ieder een eigen deel, maar toch. Ik wil het dan gewoon echt perfect doen. Nou, we krijgen er gewoon een tool bij. Ik ken dit ding wel, maar ik heb het volgens mij nooit gebruikt. Daarmee kan je niet verkeerd gaan. Olé. En oh ja, ik ben wel de achterkant voorop aan het doen. Want ik dacht, we kunnen met de tweede kast, kunnen we die gebruiken om beide kasten mee af te tekenen. Is deze kast klaar? Slim hè? Olé. Ik had dus vandaag best wel een positieve dag. Dus ik was ook zo blij dat ik die kast in elkaar had gezet. En toen net voordat haar thuis kwam, kreeg ik een DM van iemand. Want ik had het op Insta gedeeld. Van, je kan die kast niet liggend in elkaar zetten, maar je moet het staand in elkaar zetten. En ik werd echt helemaal verdrietig. Want ik kreeg die plaat er echt niet uit, maar toen kwam Haat thuis en die heeft het echt in een uur. Want die spijker zit heel vast, heeft hij nu net die plaat eruit gekregen. En nu gaan we dan de kast demonteren en opnieuw staand in elkaar zetten. Heel erg balen, maar gelukkig valt het mee. Ik dacht echt dat we een nieuwe kast moesten kopen, zeg maar. Maar goed. Oh, zo ken ik ons weer. Echt een topteam. Echt blij mee. Terwijl hij de eerste achterkant erop deed, heb ik lekker gekookt. Terwijl hij de tweede achterkant erop heeft gedaan, heb ik lekker de keuken opgerend en mijn eten voor morgen gemaakt. En ik moet nog even de keuken aan het schoonmaken. En hij stond ondertussen al het oud papier in mijn auto aan het tillen. En dan breng ik het morgen naar het scheidingsstation. Echt top. Echt fijn. Goeie afloop. Kijk dan. Er zijn gewoon twee kasten al. Nu nog even gezellig samen op de bank en dan lekker naar bed. Nice. Echt fijn. Oh my god, het is nu al geroerd, maar zo lekker. Mijn brood was beschimmeld. Kwam ik achter terwijl het echt net gekocht was. Dus ik ging net eventjes eten halen en toen zag ik een visborn. Toen heb ik een pokeball gekocht. En nu nog even doorwerken. Het regent. Zo grappig dat niemand dus meer het woord scheidingsstation kent ofzo. Ik weet niet wat het is. Maar, hi. Ik heb het al meerdere keren gehad, maar ik vergeet het steeds. Ik zei net tegen mijn collega en de gymleraar, die was ik even mee. En toen zei ik, nou, ik heb echt zin om met dit weer naar het scheidingsstation te gaan. En ze snapte het niet. Dat merkte ik aan hun reactie. Toen zei ik, dat is het grof vuil. Hij zei, oh. Hij zei, ik dacht, je gaat die scheiding regelen. Je bent uit elkaar of zo. Maar mijn moeder noemde dat scheidingsstation. Ik weet niet of dat nou vanuit mijn moeder dan is of vanuit waar ik vandaan kom. Bij Amsterdam, maar... we gaan weer naar het grof vuil, gezellig. En het regent heel hard. En ik ben wel vrolijk. Ik vind het gezellig op werk. Het gaat vet goed. Kinderen luisteren heel goed. Ik heb alles perfect voorbereid. En mijn brood was beschimmeld wat ik gisteravond had gesmeerd. Toen gaf iemand een broodje aan mij van mijn collega's. En toen had ik alsnog honger om 2:30. Dus toen ging ik eten halen en ook voor collega's eten halen. En dat was wel even lekker, even eruit. En toen nog even hard gewerkt. En het is heel gezellig, ook met mijn collega's. Dus dat vind ik echt onwijs leuk. Dus ik ga met een heel positief gevoel weg. En dat vind ik echt wel leuk, aangezien het mijn nieuwe baan is. Dus heel leuk. Volgende week dinsdag ga ik voor het eerst invallen. En ik ga naar het grofvel en daarna sporten. Want ik ben nog niet geweest deze week. Echt slecht. Maar ik moet te erg wisselen aan die weerswisselingen. Wennen aan die weerswisselingen. Ik ben er echt moe door. Maar iedereen. Ik ben ook echt letterlijk de enige persoon die naar het scheidingsstation gaat. Er is gewoon serieus niemand. Maar ik ga geen. En we zijn weer leeg. Die mannen kijken altijd zo gecontroleerd. Maar wat ik me dus afvraag is echt een creepy gedachte. Maar dat is puur omdat ik nu GTS kijk waarin ze een lijk moeten wegwerken. Ik moet me afvragen, waarom moet je wegen voordat je hierheen gaat? Is dat zodat ze dus bijvoorbeeld weten dat je niet bijvoorbeeld stiekem een lijk hebt weggegooid? Of wat is de reden? Of is dat gewoon omdat ze willen bijhouden hoeveel afval of zoet en meer ze mensen gebruiken weggooien? Dat kan natuurlijk. Hallo, het was dus niet te doen om de eettafel te gaan tillen.
Want hij had het geprobeerd met zijn vader. Het is echt heel zwaar om het hier de trap omhoog te krijgen. En ik wil het gewoon gedaan hebben. Niet allemaal vrienden hoef te vragen. Dus toen belde ik met random iemand op Marktplaats. Met een verhuislift. En die zei, oké, ik ben er over een half uur. En ze gaan nu hier door het raam de eettafel omhoog tillen. Het kost al 85 euro. Dus ja, veel geld, maar voor de service. En dan staat de eettafel hier straks gewoon bizar, hè? Hier gaan ze hem gewoon zo omhoog tillen. Door het raam. Kijk, daar komt hij hoor. Zo, het is eigenlijk ook zo'n klein stukje wat het maar hoeft. Hadden we maar weer dingen hiermee verhuisd. Super. Nou, topgozer. Via Marktplaats gevonden. Zeker een aanrader. Ik belde deze man om 10 uur 49 en het is nu 11 uur 58 en hij is al weg. Dus eigenlijk in een uur van bellen naar de tafel staat er gewoon. Nou, top hoor. Dus je zag volgens mij zijn naam in beeld. Dus als je in de buurt woont moet je hem zeker bellen, want je gunt het deze man ook echt. Want hij is super aardig. Oh, nu gaan we de poten eronder zetten. Zo spannend. Heel leuk. Kijk, dit is een poot, maar het is echt een hele toffe kleur goud. Niet zo heel heftig, wat je vaak ziet, één zo'n kleur, weet je wel. Voor mij zijn die poten niet zo zwaar, als je het zo ziet. Ik ben echt benieuwd. En ook benieuwd of het blad van boven nou lichter is dan van onder. Spannend en zo benieuwd als er stoelen komen en zoveel ruimte over voor de bar. Echt, oh. Ik vind het best schattig. Heel zwaar. Het blad is 100% lichter van boven. Ik dacht al, deze is er allebei niet. Oké, hij staat. Hij is heel mooi, maar hij is wel heel groot. Aangezien hier nog balkons, stoelen en bar. Maar oké, komt goed. We hebben gemeten, dus. Vandaag bezig geweest met vrienden over de vloer en zo, dus een beetje bezig. Deuren opgemeten en gelukkig is het gewoon een maat die gewoon leverbaar is bij Praxis. En vandaag is er nog 25% korting, dus dat gaan we zo bestellen. En nu ga ik beginnen aan kast nummer 3. Mel en ik hebben een kast in elkaar gezet. En nu hebben we dus India's besteld. Dat heel lekker is dit. En we hebben besloten om aan onze tafel te eten. Dus wel met... Ja, het is heel lekker. Met karton op tafel. Dus we zitten nu voor het eerst aan de eettafel met tuinstoelen. Kijk. Kijk hoe leuk. Het is toch fantastisch? Onze eerste diner aan tafel. Ik vind het helemaal leuk. Dan ga ik de vlog weer afsluiten. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor jullie reacties. Net als bij de vorige vlog. Super veel lieve reacties. Maar ook echt met inhoud. En ik word er zo blij van. Want ik heb het al een keer eerder aangegeven, als ik een vlog online zet en er komen geen reacties op, dan voelt het zo raar. Dus bedankt daarvoor. Bedankt ook voor jullie leuke feedback. En ook als ik zo grijnige stukjes deel, vinden jullie het leuk. En de vrolijke stukken. Dus ik hoop dat deze vlog ook weer leuk was. Er zat behoorlijk wat chagrijnigs in, maar het is gewoon best wel heel erg druk met verhuizing. Het hakt er echt best wel in. Ik ben nu op dit moment ook in Zwitserland in de toekomst. En de vermoeidheid komt er ook echt wel uit. Dus, maar ik laat het aan de vlogs, want het is wel hoe het is. En dat met IKEA was dus echt een drama, maar we waren niet goed geïnformeerd. Want als je gewoon je meldingen aanzet op de website, dan krijg je melding als er spullen zijn. En heel veel spullen zijn er wel gewoon nog. En sommige kunnen niet bezorgd worden, sommige kunnen niet afgehaald worden, sommige komen nooit meer. Het is wel een gedoe, maar niet zo erg als we dachten. Dus, maar goed, verhuizen is dus best wel, ja, druk. Weer heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet me niet op Insta te volgen en te reageren. Zou ik echt heel leuk vinden. Duimpje omhoog, abonneren. En hopelijk tot bij de volgende. Doei!